Op het moment dat je een woning gaat kopen, is dat waarschijnlijk een van de grootste investeringen van je leven. En dan is het belangrijk dat je daar een juiste makelaar bij uitzoekt. Maar goed, waar moet je dan allemaal op letten? Nou, daarom ben ik vandaag bij Tadema Makelaars. En Gerard, vertel. Ik vind het vertrouwen altijd heel erg belangrijk, maar waar moet ik nou allemaal op letten op het moment dat ik een makelaar in de arm neem? Nou ja, vertrouwen is belangrijk, maar ook iemand die interesse heeft in jouw situatie en weet hoe die jou van A naar B kan verhuizen. En wat kan een makelaar voor je betekenen? Die kan geen ander de markt in kaart brengen voor de woning die jij wil kopen en de woning die jij nog te koop hebt staan of die je te koop gaat zetten. Hij kent de markt, hij weet de waarde van je oude huis te bepalen en hij kan je ook goed meenemen in de begeleiding naar de nieuwe woning die je wil kopen. En hoe ziet die begeleiding er dan uit? Nou, zoals ik al vertelde, hij gaat eerst met jou bekijken wat je eigen huis waard zou moeten kunnen zijn en die op een goede manier de markt inzetten. En ondertussen parallel daaraan ook de woning die je wil kopen met jou bekijken en daar de onderhandeling van voeren tot aan notarisbegeleiding en daar het hele traject voor jou begeleiden. Ja, de markt verandert continu. Wat zijn op dit moment de veranderingen? Nou, het is een hele interessante tijd. Nu, we hebben de tijd gehad dat het heel moeilijk was om een huis te kunnen verkopen. Weinig kopers en de prijzen die we vroeger waren vaak niet reëel voor de koper. Nu zitten we in een tijd waarbij het aanbod opdroogt, waarbij dus nu de verkoper het moeilijk vindt om zijn huis te koop te zetten, omdat ze niet meteen het vertrouwen hebben een leuk huis weer te kunnen kopen. Waar ligt dat aan? Omdat het aanbod terugloopt en daardoor zien mensen zich genoodzaakt om, ze durven nog steeds niet om een huis eerst te kopen. Dat gaat er net even maar te ver. Dus onzekerheid blijft van toch eerst verkopen en dan kopen. En als laatste, wat zou jij de kijkers als tip willen meegeven? Ga je overwegen je huis te gaan verkopen, begin dan met die makelaar in te schakelen. Die zowel bij het verkopen van je huis, maar ook bij het aankopen van je huis van dienst kan zijn. Hij moet jou helpen het huis te bemachtigen wat jij wil kopen. En die is moedig genoeg in deze markt. Precies.